Mijn naam is Gert-Jan Hageman. Ik ben de trotse eigenaar van restaurant De Kas. En ik ben ook de kweker van de groenten. Mijn droom is uitgekomen. We hebben hier ons restaurant, we hebben hier een deel van onze kwekerij. En de groenten voor ons menu, die kweken we zelf. Wij doen dat hier in Amsterdam, op het terrein en in de kas zelf. En we hebben een kilometer 25 buiten Amsterdam, in de Beemsterpolder, werelderfgoed, hebben we onze tuin van ongeveer een hectare. Het meest bijzondere is denk ik wel dat wij elke dag onze eigen groenten oogsten. En dat we daar elke dag een heel erg vers menu van maken. We beginnen met nul en we eindigen met nul. En elke dag beginnen we weer overnieuw. Dus het is een super vers restaurant. Ik moet je bekennen dat ik al op mijn 16e van school was. Ik deugde helemaal niet op school. Ik was als kind vreselijk graag buiten. Dus de school was voor mij wel een straf. En ik kan mij niet herinneren dat ik toen ambities had. In ieder geval, toen ik van school ging, tot groot verdriet van mijn ouders, moest ik mij laten testen voor een mogelijk geschikt beroep. En toen zeiden ze, nou, misschien kan je wel kok worden. En dat heb ik gedaan. In 1993 kookte ik een Michelinster. Hoewel mijn vriendin en ik een heel fijn leven hadden, hadden we ook weinig geld. Ik kreeg het idee van die kweekkas. En we hadden het ongelofelijke geluk dat het Amsterdams groentbedrijf mij belde en zeiden van joh, we hebben van jouw ideeën gehoord en we hebben een kweekkas voor je in het park Frankendal. En dat is waar we nu zijn. Wij werken in een glazen gebouw uit 1927, de voormalige Amsterdamse handelskwekerij. Toen we dit pand aantroffen was het slooprijp en het moest miljoenen kosten om het weer te herbouwen. En dat hebben we uiteindelijk gedaan met hulp van het geld van vrienden en kennissen en de bank. Maar het allerlastigste was wel om in een glazen gebouw een restaurant te beginnen. En vooral klimatologisch was dat nog wel heel erg ingewikkeld. Uiteindelijk is het gelukt. Ja, soms lekt het wel eens links en dan lekt het wel weer eens rechts. Want het is een soort van levend gebouw. Het is net zo organisch als dat wij werken. Maar dat maakt het tegelijk ook heel erg bijzonder. Ja, als ik het achteraf had geweten, allemaal al die risico's en die ongelofelijke financiële verplichtingen die we zijn aangegaan. Ik zou het niemand adviseren, maar we hebben het toen wel zelf gedaan. Dus ik zou zeggen, ja natuurlijk als je ergens in gelooft. Maar zo erg gelooft dat je niet eens kan bedenken dat het wel mislukt, dan moet je het gewoon doen. In 1997 was er ook in Nederland eigenlijk weinig sprake van duurzaam en biologisch. En spullen van dichtbij. We waren toen eigenlijk heel erg vroeg met dat idee. Maar we hebben dat gewoon volgehouden en uiteindelijk bleek ja, dat nu de tijd daar volledig rijp voor is. De dag dat ik 50 werd, toen zei ook onze kweker zijn baan op. En dat vond ik vreselijk, want hij was eigenlijk mijn inspiratiebron. En toen zei mijn vrouw, als jij nou eens zijn baan overneemt en de kweker van de kas wordt, kan je lekker weer naar buiten. En dat vind je vast geweldig. En toen dacht ik van, ja maar ik kan helemaal niet kweken, ik weet van niks. Ik kan wel een plantje in de grond zetten, maar meer weet ik niet. En toen schoot mij direct door het hoofd die beroepskeuzetest die ik deed als jongetje van 16. En toen hadden ze gezegd van, nou je kan wel kok worden. Maar ze hadden nog één ander dingetje gezegd en ik heb dat toen opgevat als een belediging. Ze zei, je kan ook tuinman worden. En toen op mijn 50ste, het kon niet symbolischer, heb ik gedacht, ja, dat mag ik niet negeren. Ik word de kweker van de kas. Wat houd je in leven en wat houd je gaande zonder drijfveer? Ik zou het niet weten. We hebben ze hier nog elke dag in het restaurant overigens. Ondanks dat het er al staat en dat het er al 15 jaar staat. Dat het altijd is volgeboekt. Dat we lange wachtlijsten hebben. Zijn we nog steeds heel erg gemotiveerd om elke dag het beste te geven. Die kas, dat is mijn liefdesbaby. En van een liefdesbaby heb je er, stel ik me voor, maar eentje. En alles wat wij zouden doen om dit te dupliceren, zou dit alleen maar ontkrachten, denk ik. En dat kan niet, want we houden veel te veel van dit bedrijf. Maar ik hoop wel dat het mij in ieder geval nog een tijdje vergeven is om het nog even vol te houden. Zo. Want ik ben er nog lang niet zat. Ik weet niet of mijn vrouw er zo over denkt. Maar ik in ieder geval wel.